ProTiel is verdwenen uit de Tielse gemeenteraad. Inge Jouwstra, het enige lid in de raad namens ProTiel, is overgestapt naar de PvdB. Daarmee heeft die partij nu 5 zetels in de raad en is daarmee samen met de VVD en de PvdA de grootste partij in Tiel. Ja, Inge Jouwstra is een belangrijke schakel tussen de inwoners van Tiel en de lokale politiek. En met de komst van Inge blijft dat in ieder geval gewaarborgd. Ik heb besloten om nu per direct over te stappen naar PvdB. Ik vind het ook goed als je nu inderdaad gewoon open bent en inderdaad gewoon samen probeert iets te ontwikkelen richting maart 2018. Ik heb er ook heel erg lang over moeten wikken en wegen, juist omdat ik een van de medeoprichters ben van ProTiel. Het gaat me ook echt aan het hart. Maar ik denk dat het ook tijd is om inderdaad gewoon innovatief te zijn en op een andere manier gewoon met de ontwikkeling in de maatschappij mee te draaien. Eerder stapte Alleskan al uit de fractie van de lokale Tielse partij ProTiel. Dat begin 2000 in de raad kwam met 9 zetels. De partij is nu voor het eerst niet meer vertegenwoordigd in de Tielse gemeenteraad. Of ProTiel mee gaat doen met de verkiezingen in 2018 is niet bekend. We zijn nu samen inderdaad met die andere partijen, VVD en met PvdA, de grootste partijen in de gemeenteraad.